waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken hem niet. Suriname is een failed state. En dat heeft ernstig te maken met de etnische optelling. Zo. Het is heel moeilijk om daarin te komen. Je laat geen arme migranten doen. Ja, even van schoonmaak. Maar als je er middenin woont, heb je enorm last. Uiteindelijk zit ergens diep in onze genen dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met onze onbekende. Loop eens over straat in Warschau of in Praag. Er lopen helemaal geen gekleurde mensen. Die mensen zijn binnen een week weg. Worden letterlijk waarschijnlijk in elkaar geslagen, maar hebben er geen leven.